We zijn in 2004 hebben we een boek gepubliceerd, Dorp als Daad. En daar is ook een heel groot congres aan vastgekoppeld. Er waren heel veel mensen. En dat gaf wel aan dat het heel erg speelde. Het dorp kwam heel erg op de agenda. En het was leuk om te merken, want dat hadden wij zelf ook gehad. Wij hadden jaren daarvoor waren wij bezig met het ontwerpen aan dorpen. En we merkten, ja, er was eigenlijk heel weinig over te vinden. Je moest het allemaal zelf uitzoeken. Je vond weinig goede voorbeelden. Van wat is nou een mooie uitbreiding, wat is een mooie dorpstraat. De enige goede voorbeelden vonden we uit de geschiedenis eigenlijk. Dus toen hebben we Dorp als Daad geschreven. En dat is eigenlijk één groot onderzoek. We hebben ons toegespitst op twee provincies in Nederland, Gelderland en Overijssel. En hebben we heel veel dorpen bezocht. En hebben steeds op thema hebben we gekeken, wat vind je hier allemaal? En we hebben daarna gezocht ook, wat zijn de goede voorbeelden, wat zijn de slechte voorbeelden? Daar hebben we 10 gouden regels uit ontwikkeld. En die variëren van het hele grote, dus het dorp in het landschap, de dorpsrand, tot meer ingezoomd op de dorpskern, de dorpsstraat, de weg om het dorp heen, de ringweg, de bedrijven in het dorp. Dus we hebben op allerlei vlakken hebben wij dingen gevonden. En daarna hebben we nog steeds zijn we heel veel bezig in dorpen. We hebben in een dorp in het oosten, hebben we in Meadow, hebben we bijvoorbeeld meegewerkt aan een plan voor 90 nieuwe woningen. Het was heel veel, een dorpje met 120 woningen, 500 mensen. Die wilden uitbreiden omdat er heel erg, eigenlijk heel veel stil had gestaan. Dus er waren heel veel mensen, jongeren, die waren op zoek naar een woning. En in 15 jaar tijd hopen ze die 90 woningen te vullen. En we hebben dat helemaal aangepakt samen met een dorpswerkgroep en de gemeente en mensen van de projectontwikkelaar. Dus we hebben gezamenlijk allerlei analyses gedaan van wat is er nu waardevol in dit landschap. En van daaruit hebben we het plan langzaam opgebouwd en het is wel iets veranderd, want het is uiteindelijk toch moeilijk om nieuwe ideeën ook bij iedereen te laten landen. Want er zijn altijd mensen die toch weer meer ruimte nodig hebben voor kabels en leidingen, weet ik veel wat.